Ja, voor de mensen die mij echt blij willen maken en waar ik eigenlijk nog blijer van word dan van Only 7 Left, is Kapsalon. En dan niet waar ik mijn haar laat knippen, maar echt Kapsalon te eten. Dus stuur je allerbeste Kapsalon op naar postbus 1945. En wie weet mag je met mij een ritje maken in een Boeing 747. Normaal maken we elke week de weekwinnaar bekend bij Giel. We hebben deze week iets anders gedaan. We hebben niet een weekwinnaar bekend gemaakt, maar de eerste finalist. Dat hebben we gedaan omdat er zijn nog wel goede audities. Bijvoorbeeld van Sean. En van Sander. En van Mitchell. Van Lisa. We hebben bij geen van deze echt gevoel dat het onze nieuwe zanger is. Maar omdat we deze week geen week kunnen hadden, hebben we iets anders bekendgemaakt bij Giel. Namelijk de eerste finalist. Only 7 Left. Ik ga bellen met de eerste finalist. De zoektocht naar de nieuwe zanger van Only 7 Left. Serious talent. Met Björgen. Björgen? Ja? Je klinkt nog best wakker, hè? Ja, ik ben hartstikke wakker. Je spreekt met Giel van de radio. Ja? Jij was de eerste, de beste. De eerste, de beste wat? Nou ja, jij kende natuurlijk een paar teksten niet. Je zit in de uitzending, je kent het bandje Only 7 Left, nog niet? Ik denk het wel. Ja, ja toch? Nee, jij bent de eerste finalist. Echt waar? Echt waar. Oh, nee man. Ja. Ik ben super blij met het bekendmaken van onze eerste finalist, Björgen. Ik ben een groot fan van hem. Ik heb zelfs al stiekem een middagje met hem aan een liedje zitten werken. Gewoon voor de lol. Het werkt heel goed samen. Zeker. Oké, zal ik die twee keer je falling apart nog steeds doen? Dus dat biedt een hoop perspectief. En ik ben heel benieuwd wie de volgende gaat worden. Hi, ik ben Björk en ik hou heel erg van Kapsalon. Björk is te zien in de finale van zangersoft.nl in de Vorstin op 5 november. Samen met nog een andere finalist die we later bekend zullen maken. Kaarsen kosten 10 euro inclusief servicekosten en zijn te koop via de Vorstin.nl. Ik ben ook super blij dat ik een plekje heb gekregen in de finale. En ik ga gewoon lekker knallen en ik wil graag iedereen bedanken voor het stemmen. Het wordt een hele bijzondere show voor ons, want vanaf die dag zijn we weer met z'n vijfjes, zijn we weer compleet. We duiken gelijk daarna de studio in om ons tweede album op te nemen, dus het is een hele spannende avond. Hij is al mee geweest met de NS Tryout Festivals. Zometeen gaan we naar Arnhem voor de derde, waar ook Elmer, waar Björgen dus ook bij is, waar Dirk-Jan bij is en waar Lucas bij is. Hey! Hey. Kom even daar. Arnhem! Hey. We zijn op het station in Arnhem en we gaan zometeen spelen met vier zangers. En het wordt heel gezellig, zoals iedere week eigenlijk. Na, 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 na. Op een schaal van 10? 11. Oh, chill. Ja, het ging echt heel erg goed. Hoe vond je het? Ja, tof. Ging lekker, hè? Oh, het was leuk. Het was leuk. Ja, ging lekker. Deze week zijn we ook nog even met z'n vieren op stap geweest. En we gingen naar het voedingscentrum voor een persdag. Het ging over vega versus niet vega. We zijn in Den Haag bij het ROC, want we hebben een persconferentie voor het voedingscentrum. Ja, heb je soms. Wat is je lievelingseten? Ah, vlees. Vlees versus vega.
Wel mijn van Assauer en ik van Duitse vloer. Nee, wat een deel. Appels. Vlees of vega? Ik vrees dat er een allesje onder het gras zit. Is het vlees of ja, is het vega? Vlees. Ja, vlees. Ik ga ook voor vlees, ja. Vlees. Oh. Vind je het lekker? Ja. Ja. Weet je wat erin zit? Nou, jee. Er zit kip in, tomatensap en sprinkhaan. Hebben jullie dat ijsje al omgegeven? Ijsje is lekker. Ja, ik dacht, ik ga voor het eerst koken. Ik denk, ik begin maar lekker met lasagne. Vind ik heel lekker. Vegetarisch lasagne? Ja, nee, wel eens een keurmerk. Wel een keurmerk. Doe je een beetje citroensap erop, een beetje suiker. Dat is super lekker. Zo, hebben we wat geleerd? Nou, één ding was wel echt lekker. Alleen wat daarna was, is groes van komkommer. Dat moet je in één keer zo doen. En serieus, ik bijna over mijn nek. Dunneking? Ik denk dat de opvallendste auditie deze week van Brian was. Brian. Heel veel mensen hebben aan ons gevraagd wat 5 minuten tv eigenlijk is. Want je ziet daar wel het logo net in beeld en je ziet het logo op de site staan. Maar wat is het? Nou, 5 minuten tv is een partner die ons heel erg helpt. Die heeft ons geholpen de site te bouwen. Het is een soort online omroep die korte tv-programma's maakt. En dit jaar maakt ze een leuk programma dat heet Roadtrip. Jette van de Graaf die vraagt, waar ging je op letten bij het kiezen van finalisten? Dat is natuurlijk een all-round package. We hebben natuurlijk de weekwinnaars sowieso geselecteerd op hun auditie. En dus hoe ze zingen. En we hebben natuurlijk de NS-shows gedaan, waar we heel veel hebben geleerd. Hoe het klikt, hoe het muzikaal klikt en hoe het persoonlijk klikt. En we hebben natuurlijk alle weekwinnaars wat beter leren kennen. We hebben leuke dingen met ze gedaan. We hebben minder leuke dingen met ze gedaan. Lauren die vraagt, kunnen de fans ook meestemmen over wie de uiteindelijke winnaar wordt? Ja, wij moeten natuurlijk uiteindelijk in de bus zitten en op het podium staan met de uiteindelijke winnaar. Maar we vinden het natuurlijk wel heel belangrijk dat alle fans ook een goed gevoel hebben bij onze nieuwe zanger. Dus uiteindelijk telt het wel mee, maar hebben wij natuurlijk het heft in handen. Devony 1996 vraagt @only7left. Gaan jullie ook nog wel weekwinnaars kiezen of niet meer? Ik, Devony. Als er nog een goede auditie op zangersop.nl komt, is er natuurlijk ook een nieuwe weekwinnaar. Lisanne Noep vraagt, wat is jullie favoriete auditie tot nu toe? Alle weekwinnaars. En dan natuurlijk met name onze eerste finalist. Jurgen. En mijn nog steeds de Very Hot Parents. Oh, dat vind ik echt cool, ik luister nog steeds elke dag. Echt? Om de dag. Alpijn Terza die vraagt, gaan 5 november alle weekwinnaars optreden of alleen de finalisten? We hebben ervoor gekozen om alleen met de 2 finalisten te gaan optreden. Zodat we daarna natuurlijk nog een echt setje kunnen spelen met de uiteindelijke winnaar. Als laatste vraag Marlotte Schmink. Hoe voelt het om aan Only7F 3.0 te beginnen? Want hier is ze altijd met z'n vieren geweest, met steeds een nieuwe zanger. Ik vind het een heel fijn gevoel, want ik vind het gezellig met z'n vieren. Maar ik vind het wel heel fijn als we weer compleet zijn met de zanger. En ik hou ook helemaal niet van instrumentale muziek, dus dan worden de demo's ook een stuk beter. En we ook weer echt de studio in kunnen gaan met de zanger om echt op te nemen en om weer te gaan toeren. En jij hier ook, Rick? Ik ook. Ik sluit me er volledig bij aan. En jij hier met? Ik heb niet zo zin in. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. Ja! De cam is walking. Hallo! We hebben lekkere hapjes geproefd en minder lekkere hapjes van Pierre Natte Wind. Pierre Natte Wind. Ja! Wel een puist, kun je die wegshoppen ofzo? Ik ben super blij dat ik gewonnen heb natuurlijk. En het is echt gewoon een... Gewonnen hè? Dat ik... Kut, sorry. Arrogante kwast. Sorry. Een naam en een vraag. Wie zet er van een vraag? Die graaft. Het antwoord daarop is heel duidelijk eigenlijk. Als er nog audities bijkomen die zo goed zijn. Het kan zijn dat er wel nog gewoon een week finalist komt. Het kan natuurlijk dat er nog een weekwinnaar bij komt. Als er gewoon nog een hele goede auditie op zanger gezocht
Nederland.nl komt. Gast, hoe moeilijk is het? Hé, hey, dat was ook nee. Als er nog een goede weekwinnaar komt. God. Komt in mijn aura. Turn around and show me your smile. Tears hook cheeks don't have last. Said it was for the best. Wish I could take your pain away. It's not that easy, can't you see? It's gonna take a lot of time for now. Stay with me.